Ja, Marcel, het was goed om jou weer eens op het veld te zien. Ja, het was voor mij ook heel leuk om weer op het veld te staan. Ja, want hoe gretig was je en hoe prikkelde het dat de bank tot nu toe jouw plek leek bij PSV? Ja, je wil natuurlijk altijd spelen, zeker als jonge speler. Maar uiteindelijk ik moet me gewoon op de training laten zien. En uiteindelijk maakt de trainer de keuze. En als je mijn team nodig hebt, dan sta ik er. Ja, dat zijn mooie teksten. Maar ik kan me voorstellen dat je een beetje baalt. Vorig jaar zo'n mooi seizoen bij Cambuur. Gretig en met ambitie naar PSV. Ja, en die eerste weken, die eerste maanden wil het niet erg vlotten. Ja, klopt. Ik heb in het begin best wel veel gespeeld. Ook in de voorbereiding en ook de eerste paar wedstrijden heb ik mijn minuten kunnen maken. Nu is het iets minder, maar de seizoen is nog lang en er komen nog een hoop wedstrijden aan. Ja, ja, je ziet je kansen nog wel. Ja, dat denk ik wel, ja. Nou ja, komend weekend wel een hele saillante wedstrijd op het programma. Ja, klopt. Tegen mijn oude ploeg. Dus het wordt zeker een mooie wedstrijd. Ja. Ja, en niet alleen je oude ploeg, maar het is ook de topper van die zondag. Ajax, fijn dat Ajax staat op het programma, maar dit is de echte topper als je naar de ranglijst kijkt. Ja, als je naar de ranglijst kijkt zeker, maar we moeten gewoon ons eigen spel spelen. En dan ben ik niet bang voor dat wij de drie punten hier houden. Ja, ben je er ook verbaasd dat je oude ploeg in deze hoedanigheid een eind overkomt? Ja, verbaasd. Natuurlijk blijven hun volgen. Ik blijf hun het zeker volgen. En doen het goed. We hebben weer een paar nieuwe aanwinsten kunnen boeken. En dat zijn uitstekende spelers. En individuele kwaliteit. En dat zie je ook terug in het veld. Ja, maar je had een mooi seizoen vorig seizoen bij Cambuur. Dan zoek je hier je plekje op. Ja, op de valreep bij de transferperiode komt er nog een middenvelder bij. Heb je dan niet een beetje spijt dat je denkt van was ik nog maar lekker een jaartje in Leeuwarden gebleven? Ja, achteraf is altijd makkelijker praten, maar bij een topclub heb je gewoon met concurrentie te maken en dat hoort gewoon erbij. En voor mij is het prikkelen en goed trainen en een trainer laten zien. En uiteindelijk kom ik daar wel, denk ik. Ja, die 20 minuten die je nu hebt kunnen spelen, die passen in dat beeld om de trainer te overtuigen dat je meer in het veld moet staan? Ja, ik denk het wel. Ik heb mij van de goede kant laten zien. En dat moet ik vaker doen als ik inval. En dan komt het wel goed, denk ik. Ja, nou werd het slechts 1-0. Wat gaat het zondag worden? Zo. Ja, moeilijke vraag, maar ik denk wel dat wij de drie punten in Eindhoven halen.